shit! Oh shit! Oh shit! Nee, 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 niet het water in. Ella is aangehouden. Heb je er weetjes, heb je er zin in, maat? Ik heb wel zin in, maar ik ben nu al kapot, maat. Die zei dat heel misschien mijn middenbeenpotje was gebroken. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag zijn wij alweer onderweg. Oh, je moet even de deur. Ja, dat is wel even handig. Wat heeft ze allemaal meegenomen, joh? Wat heb je allemaal meegenomen? Nou, ze had de verkeerde gemaakt. Dus je hebt nu een eentje extra gekregen? Ja, dus ze zegt, ja, anders gooi ik hem weg. Wil je hem dan meenemen? Nou, komt wel op. Wat heeft ze... Van mij? Ja, en wat heeft ze verkeerd gemaakt dan? Wat is dit? Cookie. Cookie? Cookie en cream. Cookie en cream, nou. Nou, misschien wel Geody of zo. Ja, waarschijnlijk wel. Maar goed, wat ik al zei, we zijn onderweg richting Gio en we gaan vandaag, ja, van jou, dankjewel. Wat gaan we vandaag doen? Ja, we hebben eigenlijk helemaal geen plan. Nee. Nee, ja, we gaan gewoon chillen, gewoon gezellig. Gezellig chillen! Ik gooi het even op de grond. Ben je helemaal gek geworden, joh? Ja. Wat doe je? Je kan ook gewoon uitkomen als je wil. Griet trouwens van je... Ja, dankjewel. Wat is het eigenlijk? Ella. Nee, maar wat zit erin? Wat zit erin? Wat was het? Cookie en cream. Ja, dat is wel lekker, moet ik zeggen. Oké, nou, wij gaan even naar binnen. Ik zie je zo. Ik ga even snipgedag zeggen. Yo, later, hè. Ik heb een dag opvang. Oeh, Sniffy. Oh. Kijk. Ben je naar de dierenarts geweest? Zielige Sniff. Sniff-poesje. Oh, ik wil ook zo graag een kat. Ik zei het vorige keer ook, ik wil zo graag ook een kat, maar ik ben gewoon bang dat ik gewoon geen leuke katten krijg, omdat ik gewoon aan Sniff en Snies ben gewend. Die zijn zo lief. Hè, Sniffenpoes? Ja. Het is tijd om eventjes lekker te gaan fietsen met z'n allen. En Gio gaat op de step. Yeah. Oh, wat leuk. Gaat de GoPro mee? Deze dingen gaan echt hard. Echt leuk. Ik wil ook zo'n ding. Maar ze gunnen mij niet. 25 km per uur. Dat is niks voor te doen. Hè? Huh? Dat moet leuk op mij. Nee, hè? Yeah. We zijn lekker aan het fietsen en aan het steppen, jongens. Oh, dit zou trouwens chill zijn als ik dit ook in Amsterdam zou hebben. Weet ik, als ik dit ding in Amsterdam zou hebben, zou ik helemaal tof zijn. Ja. Oké, Vincent gaat met de GoPro. Ja, we gaan nog iets verder. Vincent gaat met mijn GoPro, gaat hij dus naar beneden rijden. Of tenminste, gewoon eraf springen. Oh. Wat? Zat je klem? Ik zat vast. Oh. Lekker. Oké, ready? Blijf maar doorgaan. Hier is water. Oké, nu springen. 3, 2, 1. En... Oh shit! Oh shit! Oh shit! Nee, 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 niet het water in. Op de stenen! Op de stenen! Is er nou wel water? Nee, hij is net niet in het water. Brandnetels. Oh fuck! Mijn enkel. Is dit ook voor dom idee? We weten ook gewoon dat hij gewoon naar beneden valt. GoPro, we komen eraan! En step! Hé, dat ding kan wel tegen een stootje gelukkig. Zo, dat had ik niet verwacht. Dit was ook echt een dom idee, want we wisten... Maar wel leuk. We wisten ook al gewoon dat hij naar beneden ging tieren. Ja. Oeh, kijk eens, mijn GoPro is wel beschadigd. Ja, ja, een op beetje. Op de stenen. Oh. Ik ben benieuwd naar die beelden. Oh shit. Nou, zoals jullie zagen was dat geen fantastisch idee, maar Gio vond het leuk. En nu is Ella heerlijk aan het fietsen. Yay. We gaan wel. Kijk, we zijn in Parijs, de Eiffeltoren. Oh, daar. Ja. Een hele goede morgen allemaal. Vandaag is het een heerlijke dag. En vandaag is ook de dag dat Jade en Noora hun feest geven in de tuin bij Gio en Jade. Dus het wordt hartstikke leuk. En ik heb nog een outfit nodig. Dus straks, ja eigenlijk wel. Het thema is beige, boha of zo, beige. Dus ja, ik moet eigenlijk gewoon even iets zoeken in de kleur beige. Dus Bas van Geuns komt hier zo heen. En dan gaan we richting de Sarah, want Bas gaat ook mee. Ruben gaat mee, Danny komt, Sam komt. Dus het wordt hartstikke gezellig. Maar eerst ga ik nog een outfit kopen, dus dat gaan we doen. Ah, hier is onze Uber, die we nu gaan aanrijden. Vincent? Ja, Uber, ja, top. Ah. Stadshart? Yes! Stadshart, ja, Stadshart. Ja, 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 top, let's go! Jongens, het thema is dus beige boho en ik heb nu deze broek aan van Levi's. Hij is alleen een klein beetje strak, maar ook weer niet. Toch? Het valt ook wel weer mee. Oh, ja? Je ziet alles. Hoezo zie je alles? Nou, precies dat, ja. Nee, maar ja, nou, misschien één maatje... Je ziet zelf de binnenkant van je zakken hier. Ja, misschien één maatje groter. Maar het is wel, voor de rest is het wel een mooie broek. Jongens, ik heb een broek gevonden. Hij is goed. En Bas wil dezelfde broek. Maar hij is er niet. Jawel. Ja,
Nee, hoezo ben ik een influencer? Nou, oh ja, een hele mooie broek. Ja, zo snel gaat het. Een hele goede frisse morgen. Nee, sorry, ik ben niet eerlijk jongens. Het is totaal geen frisse morgen. Gisteren hebben we een hartstikke leuk feest gehad bij Gio. Want Yara Noah gaf een feest. Het was hartstikke leuk. En het is nu heel erg warm buiten, het is 30 graden. Maar ik ga voetballen met Crazy FC. En Danny gaat meedoen, dit wordt hartstikke leuk. Dus op naar Rotterdam gaan we eerst langs Danny. En dan helemaal naar Arnhem, want we gaan tegen Vitesse spelen. Oud Vitesse. Dus dat wordt leuk. Dan. Ja, je lacht wat vind je zelf van dit idee? Het idee, gisteren, heel goed. Ik zou vertellen hoe het is gegaan. Danny zei gisteren op het feest, we hadden gisteren het feest met Gio. We hadden natuurlijk al 2 of 3 drankjes op. Het was wel aan het begin van de avond. Ja, maar het ging heel snel. Dus op een gegeven moment zegt Dan, kan ik niet gewoon meespelen? Laat me meespelen. Dus ik zeg, nou prima. Dus ik Roy heb, dus zeg maar de coach van Quidditch FC. En hij mocht inderdaad meedoen. Maar het was wel een zekerheid. Want hij zei van, ja het moet wel zeker zijn, want anders moet ik iemand anders vragen. Danny zegt, ja 100% ik kom. En daar zitten we. Top idee. Maar jij hebt wel vroeger ooit bij Sparta gevoetbald, toch? Ja, Sparta en RV, maar dat er niet veel meer van over is, eerlijk gezegd. Daar rijdt Ella in mijn auto. Het is echt leuk om je auto's een keer te zien als je niet dan zelf aan het rijden bent. Zullen we bij elkaar? Ja. Ga ik even een gesprek aan, maar geef het daar maar. Ja. Hallo. Ella is aangehouden. Fuck. Volgens mij valt het wel mee, want die man was ook net aan het lachen, de politieagent. Maar volgens mij had Ella net volgens mij, ja, iets te vroeg ingevoegd. Zo, wat was het nou? Ja, ze gooiden hem ervoor, wat niet mocht. Waarschijnlijk valt het allemaal mee. Ja, ik zat El, wat zit je nou te doen? Wat heb je gedaan? El, je had verkeerd ingevoegd. Kan ik dit uitleggen? Ja, je zag niet op de letterkut. Nee, echt niet waar. Wat dan? Er kwam een gast in een auto. Ik reed hier, hè. Hier rijdt die andere auto. Hij gaat opeens zo in... Hij zit letterlijk bijna tegen... Hij zit eigenlijk gewoon in mij. Dus ik schrik ervan. Ik pleur hem aan de kant. Ja, en dan zegt hij... Je voegt in zonder even goed kijken. Hallo. Maar je hebt geen... dat deed je ook. Je hebt echt geen boete gekregen. Nee. Ze moet blij zijn. Ze heeft uiteindelijk dus een waarschuwing gekregen, maar het ging er dus om. Wij zagen het ook in ons binnenspiegel, dat ze sneed per ongeluk iemand af. Maar blijkbaar zat er iemand achter El en haar op te drukken. Dat zag die agent zelf ook niet, want hij zei ook van, dat heb ik dan niet gezien. Ja, het was wel een aardige agent. Dus waarschijnlijk was het gewoon even een stomme situatie. Hij zei zelf ook van, ja, komen jullie uit de buurt? We zeggen nee. Hij zei, het is ook wel een hele moeilijke plek om je in te voegen. Dat is echt een klote punt. Maar... het is goed gegaan en er is geen boete. Niemand heeft een boete gekregen, ook Danny niet voor deze keer. Dus dat is helemaal goed. Ik dacht eerst nog, hij vroeg ook nog, horen jullie bij elkaar? Dus ik dacht, oh fuck, hij heeft ons allebei gepakt op snelheid of zo. Maar we reden ook niet te hard, gelukkig. Dus, richting Vitesse. Nou jongens, daar gaan we. Het is 30 graden vandaag en ik voel het nu al aan mijn poten. Het brandt, het brandt. Kijk eens even wie daar aan komt lopen. Oh, ik ga zo stuk hierom. Je lijkt wel dik in dat shirtje hoor. Huh? Je lijkt wel dik in dat shirtje, maat. Broer, kijk naar jezelf. Broer, ik ben ook getraind. Even de weekjes, even er zin in, maat. Ik heb wel zin in, maar ik ben nu al kapot, maat. Ja, maar goed. Lekker, man. Beetje zuiveren van gisteren. Wow. Dat is al gebeurd, hoor, denk ik. Voor. Daar gaan we, jongens. Die wordt wat. We spelen als het goed is tegen Oud Vitesse, een paar gasten uit Oud Vitesse en een paar wat jongere guys. Maar dit gaat goed komen. Niet meer ballen, joh. We zijn 5 minuten bezig en Dan zit alweer daar hoor. Arme schat. Danny met zijn fans. Je ziet mij niet, mag ik hopen. Oh, kut. Nee. Danny. Oh, Dennertje. Hey, leg. Allemaal fans, hè? Hey Dan, ga je straks het veld in? Laat lopen. En wat ga je dan spelen? Geen idee, liefschap. Ga je scoren voor mij? Voor jou? Ja. Vinza doet voor jou toch? Ja. Vinza moet voor jou scoren. Vin ook, en jij? Nou, korte drinkpauze gehad. Hey. En Danny gaat er nu ook in, toch Vin? Ik word echt een kontje voor het kader. Ja. Nou, door Danny's debuutje, jongens. 2-2 en toen werd het uiteindelijk 7-3 voor ons. Goeie bal hoor. Gelijk een goede bal ook. Daar zitten we bij Loetje. En wat hebben we dit verdiend, Dan? We hebben het overleefd, jongens. We hebben het overleefd. Hele zware middag. Ja, echt hè?
Nou, op een gegeven moment kon ik echt niet meer rennen, maar we hebben het overleefd en we gaan nu vieren met een lekker stukje biefstuk. We hebben echt verdiend vandaag. Huh? We hebben echt verdiend vandaag. Dit is echt verdiend. Nu eet je ook met een goed gevoel. Beter dan binnen gestrand. Daarom. Oh, jongens. Ik heb mijn schoen nu uit, want ik heb echt heel erg veel pijn aan de onderkant van mijn voet. Hier aan de rechterkant. Alleen, ik weet gewoon niet wat het is. En als ik mijn schoen aan doe, dan is het wel te doen. Maar als ik mijn schoen uit heb, dan doe ik echt heel veel pijn. En wat zie je nou te lachen? Ja, ik vind het wel grappig lover dan. En Glenn, die speelt ook een team, die kennen misschien wel Glenn Helder. Die zei dat heel misschien mijn middenbeenpotje was gebroken. Dus ik zeg ze van, hoe kan dat nou? Want ik heb helemaal niet raar gedaan, ik ben niet gevallen, niks. Hij zegt, ja, maar dat kan opeens gebeuren als je te hard afzet, als je wil sprinten. Dus ja, ik weet niet wat het is. Het doet een beetje pijn, maar ik wacht morgen even af. En als het morgen nog steeds pijn doet, dan ga ik naar de ziekenhuis. Ja, arme poepie. Oh, jongens, ik heb nog steeds pijn aan mijn voet. Alleen ik ben nog niet naar het ziekenhuis geweest of zo. Maar als ik nu aan het lopen ben, dan voel ik het nog steeds. Maar ik heb maandag, dus gisteren, heb ik niet gevlogd. Omdat ik me gewoon niet lekker voelde. Ik voel me vandaag ook nog steeds niet helemaal top. Ik denk dat mijn lichaam gewoon even heeft gezegd van, yo, stop er even mee. Ik had een heel leuk weekend gehad met veel feest. Het was heel warm en ik zat ook veel in de airco, helemaal van Arnhem naar huis. Misschien dat ik daardoor een beetje verkouden ben. Maar goed, het is heel gek. Ik heb wel vaker dat ik gewoon opeens dan uit het niets even verkouden ben. 2 of 3 dagen en dan is het weer weg. Maar goed, vandaar dat de vlog even wat korter is. Want gisteren heb ik heel de dag op de bank gelegen. En vandaag tot nu toe ook. Ik heb even geëdit. Maar goed, ik ga er proberen een leuke vlog van te maken volgende keer weer. Dus vond je deze video leuk? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.